ik bij mij denk ik echt samenwerken, plezier en doelen streven. Ik ben begonnen met voetballen toen ik 6 jaar oud was. Best wel veel mensen deden in de straat, deed ik het heel veel. En dus ik ben eigenlijk altijd tussen de jongens gaan voetballen en eigenlijk kwam ik op steeds hoger niveau. En toen heb ik altijd gedacht, nou, nu wil ik doorgaan, nu wil ik het hoogste gaan behalen. Dat vond ik eigenlijk superleuk en ben ik altijd doorgegaan. Naast voetbal volg ik natuurlijk gewoon een opleiding hier in Zwolle. En dat heeft een beetje te maken met sport. Ik wil later ook echt doorgaan in de sport. Dus daar ben ik nu op focussen. Ik loop stage in een sportschool. Dus daar ben ik nu vooral naast voetbal echt mee bezig. Ik wist dat ik profvoetbal zou worden omdat ik een brief bij de KNVB kreeg om mee te trainen. En daar zodoende ben ik doorgestroomd, mocht ik vaker meetrainen. En toen wist ik echt zeker dat ik de top wil gaan halen. Ik zou mijn eigen speelstijl beschrijven door denk ik een hele sterke spits. Die graag aan de bal wil zijn. En ook wel heel erg een neusje voor de goal heeft om veel doelpunten te maken. Voetbal is heel belangrijk voor mij, omdat ik daar een streefpunt uit kan halen. Ik kan daar doelen uitstellen. Als ik op veld sta bij training, krijg ik echt het gevoel van, als ik terugkijk waar ik vandaan kom, dan zie ik wat ik heb behaald. Elke dag weer opnieuw. En dat geeft gewoon een positieve energie om elke dag weer door te gaan. Het is natuurlijk een passie wat ik heb. Ik vind het superleuk. Maar elke keer jezelf kunnen ontwikkelen en het hoogste behalen te halen, dat vind ik echt super. Het beste wat me echt is bijgebleven is wel mijn oranje debuut. Ik speelde tegen de USA en daar mocht ik ook scoren. Dus dat was echt een moment waar ik heel mooi kan terugdenken. En denk ik sowieso mijn debuut bij de Eredivisie. Dat was denk ik wel een mooi moment om mee te maken. Nou, ik denk het tegenslag wat ik heb gehad is denk ik gewoon een blessure. Ik had mijn enkel gebroken en mijn banden opgerekt. En dat is gewoon een periode dat ik gewoon een tijdje heb uitgelegen. En elke keer dat je aan het trainen bent, je wordt weer beter. De blessure, je gaat herstellen. Dat je gewoon merkt dat je met de dagen dat je beter wordt. Dat je dan echt wel weer motivatie eruit krijgt. Dat is wel even na de periode, maar ik ben er wel weer goed uitgekomen. Nou, ik denk iemand die me motiveert. Ik denk als ik als ik even doorheen zit of denk van nou, nu lukt het niet meer, maar ik wil toch doorgaan. Zijn denk ik toch wel mijn ouders die me op de been houden en af en toe een motiverend woordje. Dat ik denk van nou, ik ga toch door, dit ga ik toch nog even doen. Echt een droom dat ik heb is natuurlijk bij het Nederlands elftal te kunnen spelen. Maar het lijkt me ook nog heel geweldig om nog een stap naar het buitenland te maken. Het land waar ik heen zou willen gaan is dan toch wel Engeland. Ja, en dan met Arsenal vind ik het een hele mooie club.